chips worden gestapeld hier bovenop de Kouwberg. Main event van de Valkenburg Poker Series, de finale tafel wel te verstaan. Chiplead voor Kees-Jan Vermeulen. En de shortstack is Dennis van den Boer. En die gaat vanuit smallblind dan ook all-in. Na een button race van Kees-Jan Vermeulen. Kees-Jan zegt, ik heb een hele slechte hand. Nou, dat is op zich positief dan voor Dennis. We zien koning 5 en 9-4. Kees-Jan had de 9-4 opgeopend, de button. Dat is wel door de bodem heen. En koning 5 harder voor Dennis, de shortstack. Eerste speler uit risk. Koning hoog de beste hand. Turnkaart ook goed. En de river was een koning. En dat betekent zelfs 2-pair voor Dennis van den Boer. Die dubbelt. Oeh, azen voor Dennis. Wauw, de shortstack dubbelde net al. En maakt nu misschien een hele complete comeback. Maar laten we niet te vroeg juichen. Pocket 5 voor Hendrik. Pocket azen voor Dennis. En daar gaan we. Een boertje, een vrouw en een 4. Een vrouw op de turn. En de river is een 7. Dat betekent een volle dubbel-up voor Dennis van den Boer met pocket azen. Dubbelde nu weer. 22 big blinds. Martin Raskop, de Duitser, nu de shortstack. Die ging al in en een call. Het ligt erin. Azen tegen boeren. Azen bij Nathan, die hier staat met de glimlach en het oranje trui aan de hoodie. Tegen de boeren van Raskop. Daar is een azen op de turn. Dat betekent dat de boeren niet meer kunnen winnen. Martin neemt daarmee afscheid van het toernooi. Good game, Martin. Een sportief afscheid. Ja, hier doe je helemaal niks aan als shortstack boeren oprapen. Dan denk je heerlijk. Dan heeft de racer azen gevonden. En dan wordt Martin 9e voor 3300 euro ruim. Barry Pieters all-in. Koningen bij Barry. En de driebettende Kees-Jan Vermeulen heeft A10. Barry hit meteen een koning op de flop. Wel allemaal ruiten, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Tenzij het heel veel ruiten worden. Oeps. En de river is een 4. En dat betekent een set koningen. De dubbel up voor Barry Pieters naar 1,5 miljoen. En Kees-Jan Vermeulen moet inleveren. En weer een all-in van Ivo under the gun. Dirk heeft gefold inmiddels. Het is nu aan Dolf Hendricks. Hij gaat ervoor. Ja. Hij zal uit risk zijn. Dolf Hendricks. Igor in de small blind. Heeft echt een beslissing. Want, ja, dat zie je wel. Want het is zinloos om daar te gaan tanken. Negens. Ja, okay. Een 10. En wat zien we daar? Negens en 10 inderdaad. En de 9 is het risk. En aas koning bij Igor. Okay. Daar gaan we. Boer 6-2. Tienen blijven de beste hand voor Ivo. Dolf is het risk met de negens. Boertje erbij. Ziet er goed uit voor de pocketine. En oeh, lelijke river. Ivo krijgt een bad. Komt hij vandaan, zeg. Ja. Dolf Hendricks trippelt naar 1,4 miljoen. Ja, Igor bust dus met de aaskoning. En Ivo houdt 385.000 euro. Wint een hele kleine sidepot nog. Spectaculaire hand. Ja, vrij logisch allemaal. Oeps, daar gaan ze weer. 1,1 miljoen van Dennis van den Boer. Hij 4-bet all-in vanaf de hijjack. Nou, dat moet een hand zijn. Fold. En een snelle call. Oh, kijk, kijk, kijk. Als koning bij Dennis. Tienen bij Kees-Jan. Oh jee. Dat ziet er heel slecht uit voor Dennis van den Boer. Kan al niet meer. Oeh, zo'n twee paar. Even al een needle erachteraan. En een kleine oogrol van Dennis. 7e plek. En er is nog een all-in. Er zijn twee man all-in. Barry opende en Ivo ging all-in. En Dolf, begreep ik, Jaspers kolde. Dirk Jaspers Dirk. Gaat erover mee. Dirk Jaspers laat het zien. Een paar negens. En zijn tegenstander heeft aasboer Ivo uit risk met aasboer voor zijn laatste twee big blinds. Kijken of hij in leven kan blijven. Een flop nog niet raak voor Ivo. Turn ook niet. Moet het toch echt een aas of een boer zijn? En de river is een 4 en dat betekent dat we nog een exit hebben. Het gaat echt als een speer, joh. Heeft hij na die bad beat, die echt 5 minuten geleden is, toch nog 2 pay-jumps gepakt. En wordt die 6, het staat nog op de klok voor 8.172 euro. Is iedereen nu zeker van 10k bij de laatste 5? Ik zou hem best willen winnen. Ik vind het wel wat hebben. Ik niet. Ja, maar dat komt omdat je eruit ligt, Kees. Kees-Jan, die opent maar weer eens een keer. Barry die pakt gewoon de simpele methode all-in. Hey, wordt gedacht door een van de shorties. Je kan maar één keer, ja hij doet het, één keer juist zitten wou ik zeggen. En hij denkt dat hij dit keer juist zit, hij gaat ervoor.
En Kees-Jan heeft ze nog niet in de muk liggen, Kees. Dat is interessant. Ja, hij moet 1.6 bijleggen. Dat is een kwart van zijn stack. Het is natuurlijk super interessant. En je bent een mega chipleader meteen. En je bent meteen ook van Barry af. Appetij, ja, hij doet het. Hij daar doet gaan het. Wauw, het gaat erover. Vast. Een paardje vieren. Zien dat is bij Barry. Barry. Dat is Barry, ja. Koningvrouw bij Dirk Jaspers en aasvrouw bij Kees Jan van Meulen. Hij heeft gewoon de beste hand. Wow. Nou, op het paardje na dan natuurlijk. Ja, ja, zeker. Barry heeft de beste hand, maar... Kijk wat er gebeurt. Een spannende flop, 9-5-5. Een negentje is een countervet. Ja, hij zat heel ziek. Boertje. Ook nog steeds goed, die viertjes. Boer, nee, de zes is goed. En Barry met een vispumpje. Die doet goede zaken, zeg. Wauw, met zijn viertjes. Even een slokje water, even bijkomen. Barry gaat naar de chiplied. Het is onvoorstelbaar dit. Ja. Dirk Jaspers wordt vijfde. Ja, die zal teleurgesteld weglopen. En er is een nieuw captain in town. Ik weet niet of Kees-Jan dat al wil accepteren, maar het is echt zo. Dat weet ik ook niet. Maar het is deze man, Barry. Volgens mij heeft Kees-Jan geopend. Ja, het is altijd lastig als er iemand geopend heeft. Durf je er daar nog overheen te schuiven? Hij gaat ervoor. En een snelle call natuurlijk. En wat hebben we voor moois? We hebben koning 6 tegen aas 4. Aas 4 bij Dolf en koning 6 bij CJ Vermeulen. Viertje is slecht, maar dit is wel weer leuk. Dit is voor CJ, heeft de straatkans nu. Dolf het risk, wil geen... Nou, je ziet het rechtsboven, of ja, eigenlijk over het hele bord. Dat is een goede kaart nog voor hem. Het gaat allemaal net goed voor de aas 4. Ja. En dus, dubbel op bord. Procentuele verbetering van 110%. Zo zie je maar. Onder kunnen open van Nathan. En Dolf, die is de actieman. All in. Barry, mag ik maar nog even zeggen, de big blind. Die is er weg van. Kijk of Nathan een handje heeft of niet. Hij wil wel meteen weten hoeveel het is. Dus wel serieuze interesse. 1,24 miljoen. Precies wat wij in beeld hebben staan. 1 miljoen moet erbij. 10 bigs op dit moment. En over 2 minuten iets meer. Ja, cool. Casual. Alsof het niks is. Daar gaan we. Koningvrouw aas 9. Aas 9, de beste hand van Nathan. Maar goede kansen voor Dolf. Vrouw ja. Koning, 60-40 ongeveer. Dat 10, is niks. 10-10-4 op de flop. Dus als je voor Dolf bent, is het niks. 7 op de turn en de river is een 3. En nee. Een heel snel en clean, koud einde voor Dolf Hendricks. Vierde plek. Ja, hij heeft dit gewoon heel goed gedaan. Perfect gedaan. Ja hoor. De vierde plek is goed voor een mooi bedrag van €13.899 voor Dolf Hendricks. En nu bij de laatste drie spelers met Nathan, CJ en Barry. En het is een gezellige finale tafel. Er wordt serieus gespeeld. Goed gespeeld. Maar er wordt ook gelachen. Kijk, de drie praten gewoon met elkaar. En ja, dat is heerlijk. Ik vind het fijn om naar te kijken. Ondertussen, Kees, spelen we een grote hand. Het was geopend naar 515.000. En Kees, Nathan schuift al in. En Kees met de call. Ziet jij dan. En het ligt open. Boer 5-9. Aas 4. Met een raakt een viertje tegen Aas 6. Wauw. CJ Vermeulen dubbelt op best aparte wijze. Opent aas 4 groot. Nathan defend. Zet hem meteen al in op de flop. Wow. En Kees callt met aas hoog. En hit dan een viertje. Ja, dubbelt. Ja, dubbelt. Een hele atypische hand dit. Heel vreemd, ja. En Kees Jan Vermeulen is de chip leader weer. En die potjes lijken niet zo groot, Kees. 5 big blinds. Maar als er in totaal. Heel veel, ja. Als er in totaal nog maar 60, 70 blinden in het spel zitten. Wauw, Kees is echt aan het collecteren. Ja. Hij heeft echt de wind eronder hoor. Maar hij zit ook in elke hand, zit hij. Echt bizar. Het is ook wel een beetje de speelstijl van Kees hoor. Dat gaat hij weer. Dit kan hij dus overal doen. En Nathan die kan eigenlijk heel weinig. Wat wil je nu gaan doen? Als je 7-3 hebt, dat nou ook het avontuur aan gaan? Dus als je nu weer op moet geven, het wordt alleen maar erger. Ja. Kijken of iemand anders dan Kees-Jan een keer een potje kan winnen. 8-2-7 Rainbow. Schoppen 4. Je komt in hele vervelende spots. En dat kan Kees allemaal steeds voor elkaar krijgen. Lijkt het toch op dat Nathan nog even doorgaat in de hand? Ja, sterker nog, hij gaat racen. Oh jee. Wauw, ja. En nu is de grote vraag, wat gaat er nu gebeuren?
Ja, Nathan mag het eerst zeggen. 2,4 miljoen in de pot. Hij heeft 2,4 miljoen. Gaat al in. Gaat al in. Gaat al in. Staat overlijn. Oh, en een snapcall. Ja, en het gaat open. Dat is een val. Aas 2 zoedert de flush. Geriverd door Keesjan. Hij rivert de flush. En Nathan ook. Boer 7 zoedert. Oh, flush over flush. Het is eigenlijk een enorme cooler. Jeetje, die river. Oh, wow, en Barry voelt koning neer geschoppen. Dat gaat kunnen liggen meteen. Jongen. Oh, wow. Dat klaar kunnen zijn. Heads up zitten we tussen Barry en Keesjan en Nathan. Heel knap gespeeld vandaag. Billy Jam, Billy Jam met de derde plek voor 18.000 euro. Mooie prestatie. De hoofden op, de hoofden omhoog. De heads up. We hebben geen goede Nederlandse term voor, hè? De 1 tegen 1. Ja, nee, dat hebben we niet, hè? De heads up. 1 op 1? De 1 op 1, ja, waarom ook niet. Maar ja, dan kan het ook, zeg maar, dat er meerdere spelers... wacht even, het ligt gewoon in, jongens. We gaan naar een flop en een de borden kijken. Wauw. Pocket 2 tegen een aas. Aasje, denk ik. Aas 5. Dat wordt heel lastig voor de aas. Een setje, het is wel een ruiten 5, toch? Ja, daar is een flush voor Barry. En de river is een boer. Boordpair. Een CJ Vermeulen wint hem in de eerste hand. Boom! Hij viert het. Een set. Een flush, een full house. Het ging alle kanten op in de laatste hand. Maar het zit erop. We hebben een kampioen op de Kouwberg. Het is Keesjan Vermeulen, koning van de Kouwberg. En Barry Pieters, de prins. Maar was je er echt naar op jacht vandaag? Ja, als je het publiek begint, dan wil je ook wel winnen. Op een gegeven moment is het 10 big blinds. Ja, dan voel je de bui een beetje hangen. Maar ik dubbelde heel mazzel met een viertje op de turn. En daarna heb ik gewoon niet meer teruggekeken. Dus ja. Het viel ons op in de laatste 4, de laatste 3 was je aan het grinden. Kleine potjes, allemaal voor jou. Ja. Maar ik moet ook zeggen, ik toen flopte ik ook wel lekker. Er zijn heel veel flushers die ook gewoon flushers werden. En gewoon goede paardjes ertussen. Dus ja, ik hit op het einde. Had ik geen goede handen die goed hitten ook. Ik hoorde van Kees dat je eigenlijk helemaal niet wist gisteren wat nou eigenlijk de eerste prijs was en zo. Kees Aartsen. Ja, dat wist ik wel, maar ik heb vandaag eigenlijk niet naar gekeken. Zo van, ja, ik ben chipleader aan de finale tafel, dus dan wil ik ook gewoon het toernooi winnen. En zo heb ik ook vandaag gespeeld. Gewoon flink druk erop houden bij de shorties en dat soort dingetjes. Misschien één domme call gemaakt, maar dat was de enige fout die erin zat vandaag. Dus ik ben ook gewoon heel blij met hoe ik speelde.